Vlaams minister van Economie, Philip Muiters, reikte op vrijdag 29 januari de eerste attesten bedrijfsbeheer uit aan 23 Gentse studentondernemers van de Artevelde Hogeschool, de Hogeschool Gent en de Universiteit Gent. Zij moeten dus niet meer wachten tot ze hun bachelordiploma hebben om hun eigen bedrijf te starten. Dankzij een nauwe samenwerking tussen de Gentse onderwijsinstellingen, Stad Gent, Unizo en iMinds, konden zij als eerste het attest uitreiken aan hun studenten. Momenteel is mijn papa voor mij de zaak dienen te beginnen, omdat ik had mijn bedrijfsbeheer niet en we hebben dat nodig om een eigen zaak, onderneming op te starten. Dus hij heeft dat voor mij momenteel opgestart. Wij zijn samen zaakvoerder. En op termijn zou ik graag onze zaak Winhorses overnemen zelf dan. Op 3 maanden tijd kunnen studenten de financiële, commerciële en juridische basiskennis verwerven en zo het attest bedrijfsbeheer behalen. Hierdoor kunnen zij sneller van start met hun eigen onderneming. Tijdens de opstartfase kunnen zij gebruik maken van begeleiding door een hogeschool of universiteit. Het attest is vooral voor alle studentenondernemers zeer belangrijk, omdat je gemakkelijker kunt zelf starten met je eigen bedrijf. Je bent eigenlijk, momenteel ben je sowieso al afhankelijk van iemand anders als je als student een bedrijf wil starten, omdat je dat attest moet krijgen bijvoorbeeld van je ouders of van een kennis bijvoorbeeld die mee wil helpen in je bedrijf. En eigenlijk is dat hetgeen dat de studentenondernemer net niet wil. Je wilt je bedrijf starten en zelf kunnen je eigen idee uitwerken en eigenlijk volledig onafhankelijk zijn van anderen. Ik vond het een logische keuze om dit via hier te doen. Ik doe handelswetenschappen en is een economische studie en ik doe al 5 jaar examens op economische basis. Ik vond het dan ook een beetje gek dat ik nog een extra examen zou moeten afleggen bij Sintra in Brussel of ergens anders. Dat was een beetje overbodig voor mij. Dus ik heb dat voorgesteld aan de universiteit van kijk, is dat niet mogelijk om op basis van mijn credits dat attest bedrijfsbeheer toch te behalen? En dan zijn ze dat gaan bekijken. Blijkbaar waren ze daar ook al mee bezig. En nu is dat er eindelijk doorgekomen. Ik ben daar blij voor. Ja. Hoe sneller men het ondernemerschap in zich heeft, hoe beter. En dat is uiteindelijk de filosofie. Niet iedereen moet daarom een onderneming beginnen. Maar iedereen kan ondernemerschap gebruiken. Of je politicus bent, of ambtenaar bent, of in een hogeschool werkt, of op de universiteit werkt. Dat ondernemerschap is belangrijk. We hebben mensen nodig die initiatief nemen, die verantwoordelijkheid durven nemen, die dromen durven omzetten in daden en die ook kunnen doorzetten. En dat willen we overal bereiken. Vandaar die initiatieven van de kleuter en nu tot in de hogeschool. School en de universiteit.